Nou, wat is de reden? People meet people, Europa aan de keukentafel, speciaal in Est dit jaar, omdat het Bierpompfeest 50 jaar bestaat, 25 jaar geleden, Boy heeft het straks al even gememoreerd, was Est voor het eerst gastvrouw voor het charter bij het 25-jarig Bierpompfeest. En nou, zo'n grote gebeurtenis vond het Bierpompcomité aanleiding om samen met ons het bestuur van Friends of Europe op te trekken om in ieder geval 8 landen uit te nodigen om hierbij aanwezig te zijn. En we hebben naar alle onze 27 dorpen een uitnodiging gestuurd en de eerste 8 die reageerden, nou, die hebben een kans gegeven om zich hier aan te melden. Dus S, de glimlach van Brabant, is dus van 13 tot 17 mei het middelpunt van Europa. Volgens Boy is Litouwen het middelpunt, maar we verplaatsen met evenveel gemak even naar S voor in ieder geval voor die dagen. Ja? Nou, ik wil even in het kort even iets zeggen van de landen die zich dus hebben aangemeld. En dat is in alfabetische volgorde om, nou goed, om een volgorde te kiezen. Uit België, en daar ligt de plaats Bièvre, die was vorig jaar, waren zij de organisatoren van de grote ontmoeting. We zijn dus toen met een delegatie naar België geweest. En ik vind het leuk om even iets te vertellen. De gemeente Bièvre, dat bestaat dus uit 12 pittoreske Russische dorpen en ligt op 348 meter op een plateau in de Ardennen, in het zuiden van de Belgische provincie Namen. En de bevolking van Bièvre is Franstalig. En uit Bièvre verwachten we 8 gasten. En 7 van hen spreken gelukkig naast het Frans ook Engels. Nou zijn er een aantal mensen die hebben aangegeven om graag Frans sprekende gasten te ontvangen. Dus dat zal geen probleem zijn, maar zij spreken ook, de meeste van hen spreken ook Engels. En wat leuk is om te vertellen, dat de naam Bièvre komt van het woord bever. En vandaar dat zij dat hebben gekozen als wapen van hun gemeente. Dat dus over Bièvre, die gast uit België. Nou, dan gaan we wat noordelijker, Denemarken. En vanuit Denemarken ligt de plaats Nesvet. En dat is een van de oudste plaatsen van Denemarken. En dat was een van de grootste tijdens de middeleeuwen. En tijdens de gemeente Nesvet bestaat inmiddels wel uit 23 dorpen. We verwachten vanuit Nesvet op dit moment 2 gasten. Het kan zijn dat die groep nou wat groeit, want ze hebben gisteravond een bijeenkomst gehad van hun Friends of Europe. Dus het zou zo kunnen zijn dat deze twee mensen nog vergezeld worden van enkele delen meer. Maar dat laten we even gewoon even op ons afkomen. Een van de dorpen van Nesvet is Holme-Ulstrop. En dat Holme-Ulstrop bestaat bekend als de woonplaats van de kerstman. Nou, dat is altijd leuk om te weten natuurlijk. En elk jaar wordt op de laatste zondag van november in Holme-Ulstrop op het kleinste granieten standbeeld van Denemarken, van Lunten, een figuur uit de bekende kerstshow uitgedost met een puntmuts, de kerstman. Ja? Nou, dan gaan we wat zuidelijker, uit Duitsland, Hebstedt. Zij organiseren dus een small meeting in het najaar, heb je gehoord straks. Nou, Hebstedt is een gebied van ongeveer 1050 inwoners en ligt in de buurt van Bremen. Nou, het ziet er een beetje uit als S, omringd door weilanden en bossen. Hij heeft ook veel clubs en verenigingen. We ontvangen 8 gasten uit Hebstedt. En wat leuk is om te vertellen, dat in Hebstedt is een theatergroep die in het plat Duits optreedt en dat is een plaatselijk dialect dat gerelateerd is aan het Nederlands. Ja, nou, dan gaan we Frankrijk, Cissé. Nou, daar ligt eigenlijk de bakermat van het charter. De burgemeester van Cissé heeft destijds het idee ontwikkeld en is daarin meegevraagd. Nou, dus dat staat hier. Nou, ondanks het geringe aantal inwoners is het altijd een drukte van je welste daar in Cissé en zorgen, ja, een levendige gemeenschap. Uit S ontvangen we 6 gasten, het zijn 3 echtparen. Ook een van onze oudste deelnemers, ook wel leuk om te weten. En kruisen maken al eeuwenlang een deel uit van het leven van de inwoners van Cissé, La Croix Pardon. De oudste, La Croix Rosanière, La Croix Guillaume en La Croix de Mijon. Dus even een leuk weetje over Cissé.
Nou, dan zijn we hier in Hongarije, bij de grens bij Oostenrijk. Daar ligt de plaats Nagyszenk. En nou, daar bezit een rijke historie. Wordt ook altijd het dorp van, Ivstan Chechny genoemd. De grootste Hongaar aller tijden. En de nalatenschap van deze graven is nog steeds zichtbaar in het dorp. Nagyszenk vaardigt zevergasten af. En daar in de buurt, en daar zijn ze ongelooflijk trots op, ontstond de eerste opening in het IJzeren Gordijn. Dus ben je daar ooit te gast, dan zullen ze je altijd meenemen naar die plek. Want het voor de, nou, voor de hele geschiedenis was dat echt wel een doorbraak. De ouderen onder ons zullen dat zich erg nog wel herinneren. Dat belangrijk historisch feit. Nou, dan zijn we in Ierland, de plaats Cashel. Nou, de Keltische naam van dit eerste stadje is Cashel Mumham. En Cashel ligt onder de bescherming van de rots van Cashel in de Tipperary Dunvallei. Ook een heel bekend gebied in Ierland. Tot op dit moment verwachten we twee gasten uit Cashel, maar ook zij zijn ook bezig om wat mensen te enthousiasmeren. En de bibliotheek van Cashel bevat het kleinste boekje. Nou, Jeanette, dan moet je jou aanspreken. Het kleinste boekje ter wereld. Daar zijn ze erg trots op. Ik weet niet hoe klein is, maar in ieder geval is wel grappig. Nou, dan hebben we hier Malta. Nou, Malta is het meest zuidelijke land. Die hebben zich als eerste als groep aangemeld. Tot op dit moment hebben wij nog niet de namen, dus daar zitten we nog even. Maar dat past ook een beetje bij die mediterrane cultuur. Dat duurt altijd wat voordat we van hun de namen gaan krijgen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in dat het gaat komen. Nou, Nadur ligt op het meest oostelijke heuvel van Gozo. En het symbool van Nadur is de opkomende zon. In een blauwe zee met het motto Vigilant, dat alert op gevaar betekent. Nou, als je van van Malta naar Gozo reist, dan kom je langs de Blue Lagoon, daar is die film opgenomen. Dat is misschien ook een leuk feitje. En er wordt ieder jaar een festival georganiseerd en nou, dat is erg bekend bij stelletjes die zich in de Witte Broodsweken bevinden. Nou, dat is misschien voor de meesten nu achterhaald, maar dan leuk om te weten. Dan zijn we hier in Spanje. Vanuit Spanje is de plaats Bienvenida onze partnergemeente. En dat is ook al een oude plaats, omringd door weivelden, olijfbomen en graanvelden. En het schijnt wel de histoire repeat, de verovering op de Iberische schiereiland op de islam. Het lijkt heel mooi de eigentijd. Uit Spanje verwachten we 5 gasten. En in de plaats Bienvenida worden vaak natuuropnames gemaakt die dienen als achtergrond voor dagelijkse soaps. En de gemeente staat ook bekend als de geboorteplaats van de stierenvechter Manuel Melias Rapella, de grondlegger van de stierenvechter. Ja? Nou, dan zijn we dus terug in S. Want hier gaat het dan allemaal gebeuren op 13 mei, op woensdag 13 mei. Dan verwachten we alle gasten. We weten nog niet precies de aankomsttijden, maar de ervaring leert dat in de loop van de dag zal zijn. En wij hebben een vaste stek bij ons café. Daar komen alle gasten aan, althans of wij halen ze daar naartoe vanaf het vliegveld Eindhoven of vanaf het station Tilburg of Eindhoven of Den Bosch. En wij vervoeren ze als organisatie naar ons café. En we bellen u als gastgezin ondertussen van, goh, uw gasten zijn onderweg naar ons café. En zo laat verwachten we daar te zijn. Dus dan kunt u ze ophalen. Nou, die avond is er een meet and greet. Dus ja goed, u voelt het wel afhankelijk van de aankomsttijd van de gasten. Is het fijn als u als gastgezin 's avonds een maaltijd heeft voor de gasten en dan de meet and greet is in de avond om 9:00. En dan is het leuk dat iedereen elkaar daar even kan ontmoeten. De meesten zullen wel moe zijn van de reis, want vaak maken ze ook nog op die woensdag al gebruik van de mogelijkheden om Amsterdam te bezoeken of een andere stad in de buurt.
Nou, de donderdag, dat is de dag van het Bierpompfeest. En dan is het de bedoeling dat de gasten aansluiten bij de nieuwe inwoners van Est. Hè. Dus, het principe van het Bierpompfeest is dat de nieuwe inwoners verwelkomd worden met een brunch. Daar mogen de gasten bij aansluiten. Dus ja, u als gastgezin jammer genoeg niet, maar wel de gasten. En na afloop van de brunch worden de gasten samen met het gilde en de nieuwe inwoners naar de bierpomp begeleid. Daar vindt de opening van het bierpompfeest plaats. En ondertussen is de bedoeling dat de gasten ook een kraampje inrichten. Ze brengen spullen, zij weten dat. Ze hebben ook streekproducten meebrengen vanuit hun eigen omgeving of anderszins muziek maken. De bedoeling is dus dat zij ook, zoals in heel veel verenigingen en Essen, een steentje bemensen op het bierpompfeest en zichzelf presenteren. En misschien vraag je ook daar uw hulp bij, omdat ze natuurlijk even zitten met een stukje overbrugging, hè? Het brunch en de start van het bierpompfeest. S'avonds is er feest in de muziek, of in de tent, dus er komt een tent te staan. Niet zo groot als vorig jaar, maar wel een grote tent hier gemaakt. En daar is dus s'avonds muziek en daar zijn ook de gasten welkom. Bent u natuurlijk ook van harte welkom, dus dat mag iedereen op die avond zelf invullen. De vrijdag, dan worden we 's morgens, wordt u als gastgezin samen met uw gasten verwacht op het gemeentehuis. Daar worden we ontvangen door de burgemeester, mevrouw Zwijnenburg. En zij gaat daar een verzorgde presentatie over de gemeente. En zij vindt het ook erg leuk, heeft ze echt benadrukt, dat u als gastgezin samen met uw gasten naar het gemeentehuis komt. Vrijdagmiddag, dan is er een spel zonder grenzen. Dat wordt georganiseerd onder auspiciën van het bierpompcomité. En zij hebben een aantal groepjes in S geformeerd, die op sportief gebied bezig zijn. En de bedoeling is dat de gasten daarbij aansluiten. Dus wij zullen ook de buitenlandse gasten informeren dat zij wat sportieve kleding meebrengen en wat makkelijke schoenen, zodat zij ook aan die activiteiten zoveel mogelijk kunnen deelnemen. Nou gaat het niet om welke reden dan ook, dan kunnen ze in ieder geval op de sportvelden verblijven om daar hun landgenoot en alle andere sportievelingen aan te moedigen. Dus dat onderdeel vindt dus echt plaats bij de sportvelden van de Essen Boys. 'S Avonds hebben we dan een etentje bij het Pannenkoekenbos. Nou, daarbij worden dus uw gasten uitgenodigd en daarbij wordt u als gastgezin, mag u met twee personen, bent u daar welkom. Dus ja, bent u zelf met een gezin van vijf personen, dan kunnen we helaas, moeten we daar even een beetje in sturen. Dus u als gastgezin bent met twee personen welkom bij dat etentje waarbij uw gasten dus s'avonds in het pannenkoekenbos verwend worden. Nou, daarna is er ook weer muziek in de feesttent hier, maar ook het uitbaten van het pannenkoekenbos, ik begin er bijna van elkaar, die heeft aangegeven, mensen kunnen ook hier gezellig blijven, een drankje doen, even op en neer lopen, zodat er wat beweging komt. Dat is natuurlijk, kan heel spontaan verlopen. Dat is dan de vrijdagavond. De zaterdagochtend, die is vrij in te vullen door de gasten met de gastgezinnen. Dus ja, wat altijd een hele leuke is, dat is een bezoek aan een bos. Maar het kan ook de Campina zijn, daar bent u zelf creatief genoeg in om daar een leuke invulling aan te geven. En de zaterdagmiddag dan is er een fotozoektocht hier in het dorp. Dus dan is de bedoeling dat u en uw gast of in ieder geval samen op pad gaat om op basis van die foto's een wandeling door het dorp te maken en natuurlijk te gaan voor de eerste prijs. En dan die zaterdagavond, ja, dat is degene die ooit mee is geweest zal dat herkennen. De culinaire avond. Nou, dus ieder jaar, ook bij de zomerontmoeting, is een van de grootste hoogtepunten van zo'n meeting. En daarbij hebben we bedacht dat het de gasten brengen, dus daar zelf ook producten voor mee, dus hapjes of drankjes vanuit hun eigen land. Wat wij nou leuk vinden om ook kookclubjes of andere groepjes hier uit Est
uit te nodigen om ook een tafel, een kraampje in te richten met eigen producten. Dan is dus de bedoeling dat zo'n clubje vanuit S bestaat uit 6 personen. Hè? We moeten dat ook een beetje in aantallen sturen. Maar als u zegt van nou ik weet een kookclubje of maak deel uit van een kookclubje. Geef je op en geef aan dat je dat zelf ook deel wil nemen aan de culinaire avond. Want ook die gasten, die zullen je versteld toestaan van wat er allemaal op tafel komt. En men gaat dus bij elkaar proeven. Hè. Dus het is niet de bedoeling dat u echt een viergang diner uitserveert, maar kleine hapjes, makkelijk te pakken en gewoon een beetje leuk aangekleed. En iedereen loopt rond en proeft bij elkaar. En het is gewoon erg leuk altijd om te doen. Even wat praktische zaken. Ik heb het nu natuurlijk even in de telegramstijl gedaan. U krijgt van ons uiteraard alles uitgebreid op papier aangeleverd tijdig. Wij proberen ook zoveel mogelijk met uw wensrekening te houden. Dus als u aan hebt gegeven van ik heb graag Spaans sprekende gasten of we hebben een hoogslaper en we hebben graag jonge mensen. Of ik bedoel, mensen hebben op allerlei mogelijke manieren voorkeuren aangegeven. Dan proberen wij daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Want dat is natuurlijk, kijk of dat altijd zal gaan, weet ik niet. Wij proberen dat wel zoveel mogelijk daarmee rekening te houden. Wat ik ook al aangaf, wij zorgen dus dat de gasten in S komen. En dat u ze dus zelf ook kunt halen bij ons café. Die aankomsttijden bellen wij tijdig naar u door. Het zou wel fijn zijn als u een 06-nummer naar ons kunt doormailen, zodat wij u dan ook mobiel kunnen bereiken die woensdag. Zoals u als het programma een beetje in hoofd hebt, dan ziet u wel welke maaltijden er al aangeboden worden. Nou, de andere maaltijden is natuurlijk prettig als zij die bij u kunnen krijgen. En we hebben ook altijd een calamiteitennummer. Ingrid van Sichem heeft zich aangemeld als calamiteitenpost. Dus als er iets is, je kunt het niet bedenken, maar er kunnen dingen voordoen. Dan krijgt u het in ieder geval voorhand op het telefoonnummer van Ingrid. En kunt u altijd contact met haar opnemen. En dan kijken we even als organisatie hoe hiermee om te gaan. Ik denk dat ik dat een beetje verteld heb. Ja, nu de vragen. Jullie hebben het helemaal over opgehaald dat het door jullie verzorgd wordt. Het wegbrengen. Ja. Mensen gaan ook weer weg. Ja, mensen gaan ook weer weg. Kijk, in grote lijnen zullen wij ook proberen dat te verzorgen. Er is één groep en die moet op zondagmorgen gebracht worden naar het vliegveld Charleroi. Dus daar vragen we nog vrijwilligers voor. Maar voor zover, meestal is het zo dat een aantal landen, België, Duitsland, Denemarken, die zullen allemaal met de auto komen. Cissé komt waarschijnlijk ook met een busje of met een auto. Hongarije, die vliegen meestal op Brussel en huren daar een auto of een busje. Dus van één land weten wij dat zij komen aan in Amsterdam, dus zij kunnen met de trein makkelijk naar Den Bosch komen. Maar zij vertrekken vanaf Charleroi. Maar goed, dat proberen we nog wel even dat op te lossen. En van de andere landen hebben nog geen exacte aankomstplekken of tijden. Dus dat zit nog niet. Maar ook daarover wordt u uitgebreid geïnformeerd zodra wij die informatie hebben ontvangen. Ga ook gewoon genieten van dit weekend. Want ik spreek uit ervaring. Het is ook gewoon erg leuk om mensen in huis te hebben. En haal eruit wat erin zit. Het is echt gewoon, maak er voor jezelf ook een heel fijn feest van. En dan zien we elkaar in ieder geval 13 mei, als het niet eerder is. Oké, dankjewel voor je bedankt.